Vrienden van Vis en Seizoen. Ja, je ziet het al, hè. We hebben een mooi assortimentje hier voor de komende periode. Ja, en je ziet tonijn leggen. En dan kan je je afvragen, is dat nu wel goed? Want het is natuurlijk voorjaar. Nee, dit is een ander soort tonijn. Dit is de albacore tonijn. Die komt uit de wateren rond Tahiti tot en met Canada. En dan wordt hij duurzaam gevangen. Het is dus eigenlijk een alternatief voor wanneer onze tonijn in onze wateren, zeg maar, zwanger is. Die is niet lekker. Dat moet je ook niet bevissen. Is slecht voor de populatie. Dus de komende periode kan je zeker aan je trek komen met de albacore tonijn. Ja, en wat hebben we dan nog meer? Tuurlijk, lekker dicht bij huis. Kijk eens, wat denk je hiervan? De Oosterscheldekreeft. Fantastisch mooi exemplaar. Mooi gevuld. Vlees zit natuurlijk overal lekker in de poot, dik in de staart. En wat zo mooi is aan dit product, de Oosterscheldekreeft. Hij smaakt ook wezenlijk anders dan eigenlijk de Europese kreeft. Ze lijken heel erg op elkaar. Toch zit er een genetisch verschil in. Ja, en wat is nog meer? Wat onze Zeeuwse visser behoort te doen, en de meesten doen het ook gelukkig, vrouwelijke exemplaren niet bevissen. Die gaan terug, want die moeten natuurlijk weer voor nieuwe kreeftjes zorgen de komende periode. Vandaar dat de meeste kreeften die worden gevangen altijd mannetjes zijn. Hoe kan je dat herkennen? Klap de staart open en hier zie je twee dunne pootjes zitten. Ja, dat is een mannetje. Heb je een vrouwelijk exemplaar, dan zijn ze flinterdun. Ja, en die moet je natuurlijk niet hebben. Europese kreeften, die worden juist wel bevist, zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar goed, we moeten even twee keer nadenken. Willen we iets lekkers hebben, dan gaan we natuurlijk voor de duurzame Oosterscheldekreeft. Ja, wat kan je nog meer? En iets wat ook een beetje low budget is, en wat natuurlijk traditie is voor onze Nederlanders. Kijk eens hier, de glimmende jongens, de zoute haring. Ja, dat gaan we dus weer krijgen. Ja, haring wordt wel het hele jaar door bevist, maar het is niet het hele jaar door gereed of klaargemaakt voor zout haring. Kan ook niet anders. Haring wordt vet, haring wordt mager. Zeker in de winterperiode als de haring mager is, dan is hij uitermate geschikt voor je rolmops en je zure haring. Wordt het watertemperatuur, het zeewatertemperatuur hoger, krijgt haring een hoger vetgehalte. En als hij eenmaal goed op juiste vetgehalte is, dan wordt hij klaargemaakt voor de zout haring. Ik zou zeggen, doe je best de komende periode met al deze mooigheid uit de zee. En ik neem er nog een. Lekker hoor.